Nederland is druk en dichtbevolkt. Overal wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het spreekt vanzelf. Willen we een leefbaar land houden, dan vraagt dat om een toekomstgerichte visie op de ruimtelijke ontwikkeling. Dura Vermeer heeft die visie. Een integrale visie bovendien. Die geen wensdroom hoeft te blijven, maar dagelijks wordt omgezet in daden. Dura Vermeer is actief in nagenoeg alle sectoren van de bouw, zowel in opdracht van derden als in eigen beheer. Als bouwconcern wil Dura Vermeer de toon zetten in Nederland. Daarbij staan innovatie en samenwerking centraal. Met ruim 3000 mensen realiseren we een omzet van circa 1 miljard euro per jaar. Toch zijn wij een slagvaardige en wendbare organisatie die dicht bij onze projecten en opdrachtgevers staat. Daarom kom je Dura Vermeer overal tegen. Onze geografische spreiding combineren we met een operationele organisatie bestaande uit de divisies bouw en vastgoed, infra en de clusters advies en diensten en facilitaire bedrijven. Daarmee bestrijken we de gehele markt van bouw en infrastructuur, zowel voor kleinschalige als grote, integrale en complexe projecten. Geen woorden, maar daden. Dat geldt zeker voor Dura Vermeer. Doorgaans blijven we daarbij met beide benen op de grond staan. Behalve als we u meenemen voor een vlucht over de bijzondere projecten die Dura Vermeer in Nederland realiseert. In Maasbommel ontwikkelen en realiseren we 32 amfibische en 14 drijvende woningen. De woningen zijn ons antwoord op de gespannen relatie tussen de groeiende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren en de behoefte aan een duurzame wijze van watermanagement. Het is de vertaling van onze visie om de toenemende waterproblematiek in ons land te integreren in een verantwoorde ruimtelijke oplossing. Maasbommel is niet de enige locatie waar we onze visie op wonen en werken op het water waarmaken. In Naaldwijk, in het Westland, realiseren we met enkele partners het concept van de drijvende kas. Door kassen te bouwen die drijven, wordt het mogelijk gemaakt om de ruimteclaims voor waterberging, wonen en glastuinbouw te combineren. Vathorst in Amersfoort. Hier bouwen we mee aan een compleet nieuw stadsdeel met zo'n 11.000 woningen, inclusief alle bijbehorende voorzieningen. Vathorst wordt tussen 2001 en 2014 gerealiseerd onder supervisie van ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Dit is een publiek-private samenwerking van de gemeente Amersfoort en een consortium van 5 bedrijven, waaronder Dura Vermeer. Samenwerking, zowel met overheid als met onze partners in het consortium, is voor Dura Vermeer het sleutelwoord in dit project. In het noorden, tussen Leeuwarden en Drachten, werkt Dura Vermeer aan de verdubbeling van de N31. Ook dat doen we in combinatie. Onder meer de bouw van een brug en een aquaduct maken deel uit van dit project. Toch zijn niet zozeer techniek of omvang zo vernieuwend in dit project, maar wel de wijze waarop we met de opdrachtgever samenwerken. Wat betreft deze binnenlus, daar zit een gemodificeerde bitumen. Het gaat namelijk om een van de eerste projecten in Nederland waarbij ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud in publiek-private samenwerking gestalte heeft gekregen.
Als de werkzaamheden volgens planning in 2008 zijn afgerond, neemt de combinatie het beheer en het onderhoud van de Rijksweg tot 2023 voor haar rekening. Tot die tijd blijven we verantwoordelijk voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de N31. Daarmee wordt duidelijk dat Dura Vermeer ook een steeds sterkere rol speelt als leverancier van volledig beheerde oplossingen. Als we de koers verleggen, bereiken we Almere, waar Dura Vermeer volop actief is. Zo tekenen we bijvoorbeeld voor de bouw van een aantal bijzondere projecten in het stadshart. Zoals het Urban Entertainment Center. Appartementencomplex The Wave. En The Jewel, een combinatie van woningen en winkels. Daarnaast heeft deze stad de Nederlandse primeur van een ondergronds afvaltransportsysteem. Een innovatief product dat nauw aansluit bij de hoge ambities van het centrumplan van deze stad. Dit systeem hebben we aangelegd in nauwe samenwerking met onze Zweedse partner Envac. Samen met hen vormt Dura Vermeer de joint venture Centralnet, die deze geavanceerde pneumatische afvaltransportsystemen in Nederland aanbiedt. Wij zijn er trots op, ook in deze ontwikkeling voorop te lopen. Op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens werken we al jaren. Niet alleen als het gaat om aanleg, onderhoud en beheer van de infrastructuur. Maar ook om de bouw van voorzieningen op de luchthaven zelf. En de realisatie van kantoorgebouwen in de nabije omgeving. In Rotterdam ontwikkelden en realiseerden we voor Unilever het kantoorgebouw De Brug. De Brug is het resultaat van een prijsvraag die Dura Vermeer won. De staalconstructie van het kantoor werd op spectaculaire wijze schuin boven het fabriekscomplex gereden en gegleden. Hierdoor is maximaal geprofiteerd van de beschikbare ruimte en werden op een aangrenzend terrein extra woningbouwmogelijkheden gecreëerd. De Brug was genomineerd voor de Nationale Staalprijs en ontving de status van demonstratieproject voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen. Een van onze meest uitdagende projecten in de Maasstad is de Statentunnel, onderdeel van de nieuwe lightrailverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, de zogenaamde Randstadrail. De Statentunnel wordt geboord door de bouwcombinatie Saturn, bestaande uit Dura Vermeer en Zublin. Er worden twee tunnelbuizen geboord onder stedelijk gebied, wat het project zeer complex maakt. De tunnelbuizen hebben een lengte van 2,4 kilometer en een diameter van 6,5 meter. Ook in de binnenstad van Amsterdam gaan we een metrotunnel boren, maar dan voor de Noord-Zuidlijn. We hebben u grote en minder grote projecten getoond. Het bewijs van hoe breed Dura Vermeer actief is in bouw en infrastructuur. En dat we bij alles wat we ontwikkelen, realiseren en exploiteren nauw samenwerken met opdrachtgevers en nationale en internationale partners. We beheersen het proces van A tot Z en maken gebruik van innovatieve technieken en methoden. Waarbij wij nooit vergeten waar het uiteindelijk allemaal om draait.
met onze oplossingen inspelen op de behoeften van de gebruikers. Zodat we, hoe hoog we soms ook vliegen, tenslotte toch met beide benen weer op de grond staan.